Hallo iedereen en goedemorgen of goedemiddag, maakt niet uit wanneer je kijkt naar deze video. De reden waarom ik eigenlijk een korte video vandaag wil opnemen is omdat ik jullie een stukje wil voorbereiden op wat er aan het gebeuren is, collectief gezien. Je weet het of je weet het niet, maar aanstaande dinsdag, dus 21 september, is niet alleen volle maan, maar is het ook herfstequinox, toch hier in onze contreien. Dus dat betekent dat dan dag en nacht even lang zijn, dat eigenlijk yin en yang in balans is, in principe qua energie in de natuur. En dat we ons dan eigenlijk geleidelijk aan voorbereiden om terug naar de winter te gaan, terug weer naar binnen te gaan. Maar eerst komt er natuurlijk nog die oogstperiode, het ontvangen van al ons harde werk, de vruchten van ons harde werk. Nu, wat merk ik vandaag? En we zijn vandaag vrijdag de 17e. Maar ik post deze video morgen, dus vandaag dat je nu kijkt, zijn we op de 18e normaal gezien. Maar omdat ik vaak meestal zaken ervaar, vooraleer dat de rest en het collectief en vooral mijn volgers en zo zaken ervaren, wil ik het toch opnemen. De energieën die nu opnieuw weer naar de aarde komen, zijn heel hoog. En dat maakt dat je je heel moe kan voelen. Dat je plots van een moment op een ander moment duizelig kan zijn. Dat je last hebt van hoofdpijn. Dat je plots misselijk voelt. Dat je echt dus fysiek gezien niet echt goed in je vel zit. En dan is het belangrijk dat je echt de ruimte neemt om te rusten. De afgelopen week heb ik elke namiddag minstens 20 minuten tot een half uur, soms iets langer, gerust. Ik doe ondertussen dan ook altijd een transmissie of een meditatie rond de zaken waarmee ik bezig ben of waar ik antwoorden wil over krijgen. Soms zit het ook gewoon download. Maar dus om echt te luisteren naar wat je lichaam nodig heeft. Dus heb je van het weekend een druk weekend gepland, zorg dat je in dat druk weekend zelfs ook alweer tijd en ruimte voorziet om tot rust te komen. Of neem dus tot maandag en dinsdag vrij af, zodat je lichaam de tijd heeft om te kunnen bekomen van die drukte, van die energie van anderen. Dus we worden tegelijkertijd, dat is eigenlijk op het fysieke vlak, maar tegelijkertijd merk ik ook dat we ook emotioneel gezien en weer uitgedaagd worden. Want de volle maan is verbonden met loslaten. Stoppen met zaken te doen dat we altijd gedaan hebben, zodanig dat we in die nieuwe energie kunnen gaan stappen. Dat we in die nieuwe gewoonte kunnen gaan stappen en van daaruit dingen kunnen gaan neerzetten in ons leven. Dus wanneer dat er gedachten weer boven komen, of wanneer je in je fysieke wereld geconfronteerd wordt met obstakels en problemen, wees je er dan van bewust van hoe je erover gaat gaan denken. Op het moment dat je bepaald iets denkt en dan merk je dat je daar jouw wanhopig, jouw verdrietig, jouw emotioneel rond voelt, ik zal het zo noemen, want voor iedereen gaat die emotie dan ook anders zijn, maar het is een emotie met een laag trillende frequentie. Dus een emotie die jouw eigen energie ook weer lager gaat gaan, trager gaat gaan laten trillen, waardoor dat je energiefrequentie verlaagt. En dan is het belangrijk dat je daar heel bewust over bent. Dan kan je eigenlijk heel eenvoudig die emoties gaan transformeren. Dat kan je zelf doen of dat kan je vragen aan jouw team om dat voor jou te gaan doen. Dan kan je gewoon zeggen, beste lichtwees van eenheid, ik vraag jullie hulp bij het transformeren van deze emoties naar optimaal. Dank u. Eigenlijk meer hoef je daar niet over te zeggen, hoef je te doen. En dan kies je bewust gedachten die jouw energie weer laten versnellen. Ik heb het deze morgen vanzelf meegemaakt door gewoon één hele domme mail. Merkte ik mezelf weer in die loop gaan. Waardoor dat natuurlijk je in de valkuil van je gedachten opnieuw valt. En dat je eigenlijk zelf ervoor zorgt dat je energiefrequentie verlaagt. Waardoor dat je slechter gaat voelen en zo meer. Dat vaak gebeurt dat ook doordat bijvoorbeeld andere mensen iets zeggen. Of dat andere mensen iets schrijven. Of dat er iets niet gebeurt terwijl je het eigenlijk wel verwacht had. Dus ook daar kijk dan ook weer naar welke verwachting heb ik gehad. Waar vertrouw ik nog niet dat alles wat er nu gebeurt voor mijn hoogste goed is. Waar probeer ik nog te veel controle te houden.
Waar vertrouw ik nog niet in het verhaal en in die rode draad doorheen mijn leven? Waar denk ik dat er nog zaken moeten gebeuren? En ik zal weer een extra voorbeeld geven. Begin oktober start ik opnieuw weer met de live sessies die verbonden zijn met het groepstraject zelfrealisatie vanuit het hart, gedrag en bewustzijn. En een aantal maanden terug had ik het idee om dan inderdaad heel de maand september daar rond over te spreken, daar content rond over te maken en zo meer. Totdat mijn vanmorgen eigenlijk, hitte zeg je nee, in het Engels, dat eigenlijk mij tot inzicht kwam of eigenlijk in mij opkwam, dat de reden waarom ik dat eigenlijk deed, was omdat ik de overtuiging had, ik had dat ooit een aantal jaren terug heel veel cursussen gedaan rond lanceren, rond online ondernemen en zo meer. En daar werd er mij geleerd van bijvoorbeeld een ganse maand of zelfs nog langer, dat dat nodig was om de mensen vertrouwd te laten maken met hetgeen wat hij wil aanbieden. Maar net zoals met veel dingen dat ik al ervaren heb in mijn leven en al geleerd heb, denk ik vaak ook anders. Heb ik ook tegelijkertijd ook andere overtuigingen. Niet zozeer in het gedachte, maar hetgeen wat ik dacht rond die lancering is iets wat ik overgenomen had van iemand anders, geleerd heb van iemand anders. Maar eigenlijk mijn diepste emoties en mijn energie zegt en spreekt eigenlijk voor helemaal iets anders. Namelijk dat ik geen advertenties nodig heb om mensen aan te trekken, als het ware. Dat ik geen langdurige lanceringen nodig heb om de juiste mensen aan te trekken. Omdat hetgeen wat ik doe, wordt ook gestuurd van hoger af, wordt ook gestuurd en ondersteund door mijn lichtteam. Dus dat betekent ook dat. Ik zal eventjes veranderen van hand. Dus dat betekent ook dat daar ook alles eigenlijk werkt op basis van energie. En wanneer dat je die, aangezien dat ik die overtuiging heb, dat het meer net doen eigenlijk tegenstrijdig is met hoe ik erover denk en hoe ik weet dat het kan zijn en het is, dat maakt natuurlijk dat ik eigenlijk mezelf aan het saboteren ben. Dus waarom vertel ik jou dat? Omdat ik wil aantonen dat onze gedachten zo krachtig zijn. En we nemen zo vaak overtuigingen en dingen aan over hoe dat iets zou moeten verlopen. Vaak vanuit onzekerheid of vanuit het idee dat we eigenlijk nog niet voldoende weten erover. En dat zorgt ervoor, als dat niet alleen is met jouw energie, zorgt dat er eigenlijk voor dat jij jou dan op dat moment saboteert. Dus het belangrijkste bij manifesteren is dat je bewust wordt over je gedachten. Maar meer nog over de emoties die je hebt. En meer nog over hoe dat je dat ook in jouw energie neerzet. Is die gedachte ook volledig in afstemming met jouw energie? Want in mijn geval weet ik dat je gewoon door gebruik van jouw eigen energie, van je eigen authentieke energie, en dat naar buiten te brengen en vanuit dat energetische gaan werken, dat dat in principe voldoende is om de juiste mensen aan te trekken. En misschien zijn dat geen duizenden mensen, maar misschien is dat ook niet nodig. En dat heb ik ook altijd, eigenlijk alles tot nu toe vanuit die overtuiging ook gedaan. En dan bleek keer op keer dat je dan op dat moment ook net de juiste mensen aantrekt. Ik heb bijvoorbeeld doorheen mijn carrière ook bijvoorbeeld op een website geadverteerd, coach.be of therapeut.be of zoiets. En wat merkte ik dan? Dat omdat je eigenlijk via een tussenpersoon werkt, dus een tussenenergie werkt, dat je eigenlijk de verkeerde mensen aantrekt. Mensen die niet klaar zijn om met de dingen te werken waar jij eigenlijk voor staat. Mensen die niet afgestemd zijn op jouw energie. En dat zorgt er natuurlijk voor dat het jou veel meer uitput dan wanneer dat je mensen rechtstreeks zou aantrekken. Dus dat zijn een aantal zaken wat ik wil meegeven. En dat ik blijkbaar moet meegeven omdat ik er hier nu gewoon over zo over begin te spreken. Maar dat zijn zaken die we ook leren en dat je ook meer en meer gaat gaan voelen en ervaren wanneer je werkt en met die vlammen, de universele vlammen, aan de slag gaat. En dat zijn de zaken die je ook merkt wanneer je deelneemt aan het traject zelfrealisatie vanuit de hart, gedrag en bewustzijn. Ik wil weer veel te veel tegelijkertijd zeggen. En dat is ook weer een teken bij mij toch, wanneer ik bijvoorbeeld me niet kan focussen op één ding, maar constant
we hebben heen en weer gehad van het een naar het ander, dat er weer nieuwe downloads zijn, dat er weer nieuwe hogere energieën zijn. En dat heeft te maken met het portaal dat open is in aanleiding van de volle maan dinsdag en de herfstequinox. Dus, clue van deze video, als je voelt dat je emotioneel bent, als je voelt dat je snel getriggerd wordt door mensen, alsjeblieft, ga er niet onmiddellijk op in. Doe geen actie-reactie, maar laat het voor wat het is. Ga naar binnen, zeg even van, ik heb even tijd nodig voor mezelf, ik kom er later op terug, of wat dan ook. Maar loop niet in de valkuil om geleid te worden door jouw emoties. Jij bent de meester en jij hebt controle over je gedachten, over je emoties, over jouw eigen energie. En dus kan je kiezen hoe dat je dat vormgeeft in jouw leven. En hoe de anderen reageren, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Focus op jezelf, zeker dit weekend. Probeer zoveel mogelijk tijd te nemen voor jezelf. Verzorg jezelf. Neem een voetenbad met zeezout en etherische oliën. Omring je met leuke dingen. Doe leuke dingen. Zorg ervoor dat je blij en gelukkig voelt. En dan ga je ook deze volle maan weer iets vlotter en moeitelozer doorheen komen. Morgen, zondag dus. Verschijnt er geen video. Ik heb dan voor mezelf besloten om op zondag geen video's te maken. En dus normaal gezien, als alles goed gaat en ik ertoe gestuurd word, dan verschijnt er ook op maandag op weer een nieuwe video voor jullie. Zo, heb je vragen? Loop je zelf tegen blokkades aan? Of zit je met iets rond een bepaald thema en wil je eigenlijk weten wat de boodschap daarvan is vanuit een hoger bewustzijn? Twijfel dan niet en zet jouw vraag in de reacties onder deze video of een andere video. En dan neem ik dat mee om daarin een nieuwe video of een blog en of een blog of beiden te maken. Afhankelijk van hoe dat ik er toe geleid word. Heb je vragen rond relaties, rond tweelingvlammen, want ik ben een eenheid of een union met mijn tweelingvlam. Dus ik kan ook aan hem zaken vragen als je dingen wil weten waar dat de mannelijke energie op dat moment doorheen gaat. En met mannelijke energie bedoel ik dan niet per se ook het mannelijke geslacht, want er zijn ook tweelingen van hetzelfde geslacht. Maar waar dat er één meer de mannelijke, vanuit de mannelijke energie functioneert en de andere meer vanuit de vrouwelijke energie functioneert. Dus heb je daar ook vragen rond, zet ze gerust in de reacties. Dan vraag ik met heel veel plezier zijn ervaringen eromtrent. Want we vullen ook op dat vlak elkaar heel goed aan. Gelukkig maar. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je een fantastisch weekend. En alvast een goede volle maan. En een magische overgang naar de herfst toe. Zo, tot binnenkort. Dag.